De gemeente 's-Hertogenbosch krijgt 2 miljoen euro extra om jeugdwerkloosheid te bestrijden. In de regio Noordoost-Brabant zijn tussen september 2009 en april 2010 bijna 3000 jongeren aan het werk geholpen. Het ministerie vindt dat zo'n prestatie dat ze er 2 miljoen euro extra tegenover zet. De regio gaat het extra geld gebruiken voor het continueren van goed lopende projecten.